Ik zit hier met mijn moeder, Christine Molenaar, en we gaan het hebben over het zwembad De Blenk. Hoe lang zwem je al op De Blenk? Op de Blenk zwem ik denk al 30 jaar, 2-3 keer in de week. Ja, en wat is daar leuk aan het zwemmen? Ja, de contacten met elkaar zijn altijd dezelfde personen die er zijn, dus je kent elkaar allemaal. We lachen veel, sociale contacten, alles. Het is leuk. En wat vind je ervan dat het zwembad dicht gaat? Natuurlijk niet leuk, want naar Terborg, we hebben geen auto. Dus we zullen niet naar Terborg gaan. Dat is voor ons niet rendabel en dat kan niet. Ik kan niet altijd met de fiets gaan. Nee. Nee, dus er is geen alternatief. Terborg is geen alternatief nee, voor nee, 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 nee. Absoluut. Wij gaan niet naar Terborg. Dan stopt het zwemmen. Ja. Ja. Zo lang gedaan, 3 keer in de week. Ik vind het gewoon jammer. Ja. Nou, dankjewel voor dit korte gesprek.